Hallo allemaal en welkom bij het Regio Artiestencafé. En ik heb vandaag aan de overkant van mij zitten André Pronk. Hallo. Ja, goedendag. Hallo. Ja. Ja. Nou, vertel, wie is André Pronk en waar komt hij vandaan? Nou, André Pronk is 48 jaar. Oh, ja, we gaan er snel. Ja. En ik kom uit het mooie uit Vlaardingen. Ik ben eigenlijk zanger-entertainer geworden, eigenlijk al heel lang geleden. Mm-hmm. En ja, ik wilde gewoon eigenlijk toch wel een beetje de mensen vermaken. En dat lukt je aardig. Dat lukt me aardig, ja. Hey, je hebt ook wel eens in clips meegedaan als figurant. Ja, dat klopt. Was het alleen in clips of nog meer dingen? Eigenlijk nog meer dingen. Ik heb Vertel. Ook in commercials meegedaan van de Remia. Oh, dat mag niet natuurlijk wel. Ook van de Remia. En ik ben ook figurant geweest in de film van bijvoorbeeld van André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen. Oh, dus ik heb echt wel leuke dingen gedaan. En dat zijn ook hele lange dagen, maar het is wel fantastisch. Ja. Kan je een goede en een slechte eigenschap van je opnoemen? Een goede is natuurlijk dat ik altijd vrolijk ben. Ja. En de slechte is dat ik moeilijk op kan staan. Oh, dus dan hebben ze een hele klus aan jou om jou te krijgen. Ja, dat 100%, ja. We hadden het er net al over, ja. Je hebt al een keer een aantal optredens gedaan. Ja. Hoe bereid je eigenlijk daar nou op voor? Nou, eigenlijk ben ik eigenlijk toch wel dag en nacht met mijn muziek en mijn carrière ben ik bezig. Mm-hmm. En ik bereid me eigenlijk voor omdat ik weet wanneer ik moet optreden en wanneer ik weer moet vertrekken. Eigenlijk is het gewoon, het is toch wel een soort gave dat je gewoon ineens op het podium staat en dat je ineens eigenlijk een beetje losgaat en de mensen vermaakt. En dan kijk je naar het publiek en het publiek is echt van, de ene keer heb je groot publiek, de andere keer is het gewoon een leuk klein privéfeestje. En dat verschil, dat zie ik heel goed, zeg maar. En dat pas ik ook mijn liedjes op aan, ja. Je hebt nou de laatste tijd heel veel voor jongeren gedaan, vertelde je net. Ja, klopt. Hoe voelt het als je dan echt voor zo'n, ja, het is toch een hele andere mentaliteit, want de jongeren zijn toch veel losser. Ja, veel losser, ja, zeker. Dat is het ook. Ik ben ook 48. En dan als je dan voor jongeren staat van 15 tot en met 25 jaar, dat is eigenlijk niet mijn generatie, want als je naar de generatie gaat kijken, dan zit wel een hele kloof tussen. Er zit echt heel wat tussen, zeg maar. En daar sta ik wel eens van te kijken. En dan denk ik van, dan heeft het toch weer te maken met het internet wat het op dit moment doet, hè? Ja, de filmpjes die rondgaan en het is eigenlijk ook een soort promotie weer voor je eigen, want je staat er toch maar en je probeert toch zo'n hele bus aan de gang te krijgen. Ja, klopt, ja. En dat is het gewoon. En het is ook hartstikke leuk en je ziet het ook. Ze worden steeds jonger. En je krijgt er nog een kick van, zeg maar. Ja. Wat is het leukste wat je ooit eens een keer meegemaakt hebt? Het leukste? Nou, ik heb een waanzinnig optreden gedaan op 2 keer op het Zwarte Cross Festival. Ja, kijk. En dat is natuurlijk wel een droom van elk artiest, denk ik. En dat heeft gewoon zo goed gedaan. En ik probeer daar af en toe nog eens even tussen te komen. En dat gaat binnenkort nog wel een keer gebeuren. Maar dat is wel een droom geweest dat ik dacht van... Dat is echt iets apart. Dat is echt iets apart. Want dan sta je gewoon op het festival met al die grote namen. En dat maakt jou wel artiest, zeg maar. Ja. Nou, heb je zelf al een aantal nummers uitgebracht. Ja. Wat vind je zelf van je eigen nummers het leukste nummer? Tot nu toe dan, hè? Tot nu toe. Ik denk dat ik al niet hoef te raden. Nee, ik weet het niet, maar ik vind ze allemaal wel leuk. Maar... Ja, kies er één uit. Ja, weet je, als ik... ik vind, weet je, de laatste liedjes die ik maak, die vind ik ook helemaal geweldig. En ik denk dat ik toch... Maar als ik dan even terug in de tijd ga, dan vond ik dat liedje toch ook wel heel gaaf van... ik heb grote flap horen, zeg maar. Ja. Doe je jasjes een stukje open, dat de mensen eens kunnen zien wat er op jouw t-shirt staat. Ja. Dat is mijn nieuwe single dus. Ja. En die heet eigenlijk een druppel aan mijn knuppel. Want dat heb ik gemaakt speciaal voor het carnaval. Mm-hmm. Van de komend jaar. Ja, aangezien we misschien geen carnaval krijgen. Dat is nog niet helemaal zeker. Nee. Maar dat zien we dan wel. Alleen ja, ik ben toch in de carnavalstemming. En we gaan er wel wat van maken. Ben je nou eigenlijk door... Dat nummer
eigenlijk een beetje geweigerd door de radiostations, of? Een klein beetje wel. Vertel. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk is het begonnen vorig jaar. Ja? Zeg maar, toen bracht ik dat liedje natuurlijk uit. Ja, ook een beetje met een knipoog. Dat heet Laat Je Likken, zeg maar. Ja. En toen is het eigenlijk op internet is het viraal gegaan, zeg maar. Ben ik heel populair geworden. En toen begonnen alle optredens. En toen, ik denk, wat gebeurt mij? Maar radiowaardig was het liedje niet, zeg maar. Dus nee, op de radio. Nou, dan zou er heel veel piep overheen moeten, denk ik. Ja, denk het ook, ja. Ja. Maar ja, weet je, ik heb al gezegd tegen een aantal DJ's. Waarom eigenlijk niet? Want als je kijkt naar de jaren 80 of jaren 90, mm-hmm. Toen had je ook dubbelzinnig, ja. En die werden wel gedraaid. En nog niet zo lang geleden, volgens mij een paar jaar geleden, had je van Duo Chancé, die ken je ook wel. Ja. Dan had je ook een paar van die dubbelzinnige liedjes. Ja. En die werden ook gewoon gedraaid, zeg maar. Dus eigenlijk is het een beetje een boycott van André Pronk, heb ik het gevoel, zeg maar. Ja. Ja, je brengt eigenlijk nummer uit. Ja. En je kunt het oppakken zoals je het wilt. Ja, klopt. Ja, 100%. Maar ja, dat dan zo'n DJ zegt van ja, we draaien het niet, is dan ook weer eigenlijk. Dan kun je wel zeggen, nou, we draaien het wel, maar dan draai je bijvoorbeeld 2 keer op een dag. Is toch ook weer leuk. Ja, is toch wel leuk. Maar dan wordt hij wel gedraaid. Klopt. En dan merk je ook wel, want nu, ik bracht het liedje natuurlijk ook uit van Ik Zie een Aap. Dat was na Laat Je Likken. Ja. En dan zie je dat hij ineens in de lijsten komt, overal. Omdat het weer een gewone tekst is. Maar als je even goed na gaat denken, zit er toch ook weer een klein kantje aan vast. Er zit wel een kantje aan vast. En dat, misschien hebben ze dat niet gehoord. Je single, De Druppel aan Mijn Knuppel. Ja. Is die door jou geschreven? Ik heb wel de tekst verzonnen, zeg maar. Alleen de titel dan, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik dacht vorig jaar ineens van. Die zat ineens in mijn hoofd. Dus ik ben naar André Kooijman gegaan. Mm-hmm. En, uit een Raandorsfeer. En die. Ik zeg, joh, ik wil dat liedje maken. Dus hij heeft een tekst verzonnen. Hij zegt, ja, daar moet ik even over nadenken natuurlijk. Oh, maar dat is eigenlijk ook een beetje André's schuld dan. Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, André, had je ook eventjes hierbij moeten zijn. Hè? Eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk wel. Dus, maar dat is, dat heeft hij gemaakt voor mij. En de muziek gecomponeerd en zo. Dus ja, ik ben heel trots op André Kooijman. Want de muziek die hij maakt, die is echt toppie, hoor. Serieus. Maar ja. Zelf schrijf je ook wel eens, hè? Zelf schrijf ik ook wel eens, ja. Dat probeer ik dan, maar ja, je moet wel een beetje leuk houden, zeg maar. Want ja, dan ga ik niet vragen waar dat jij die teksten ergens vandaan haalt, of je in bed ligt, of in de badkamer bent, of... Meestal gewoon, ja, in bed, ik kwam, die druppel aan de knuppel. Ik stapte mijn bed uit en ik denk, dit is hem! Ja. Hey, maar waar moet het nummer voor jou aan voldoen? Het moet grappig zijn. Ja. En het moet natuurlijk een feestgehalte hebben, zeg maar. Dat iemand hoort, dat iemand denkt en hoort van, hey, dit is makkelijk mee te zingen. Als ik dat 1 keer hoort, dan blijft dat hangen. Dat is heel belangrijk voor mij. Het hossen en de polonaise. Ja. Achteraan is voor jou eigenlijk een stempel om te zeggen van, nou, hé, ja, hebben we weer eentje. Klopt. Bij mij, ja, mijn teksten moeten gewoon heel makkelijk zijn. Mm-hmm. En waarom? Want ja, die heel veel van die completten, dat is gewoon niet leuk. Want de meeste liedjes die gemaakt worden, misschien weten heel veel dat niet, maar de meeste liedjes die gemaakt worden, die kijken, en de mensen en de DJ, die luisteren niet naar de completten. Het gaat om het refrein, ja. Weet je? Ja. En die completten, die zijn bijzaak eigenlijk. Dus dat heb ik ook altijd in mijn hoofd gehad. Van ja, het is leuk die complete, even grappig voor de videoclip. Mm-hmm. Maar het refrein, dat is gewoon zo belangrijk dat iedereen die onthoudt. Dat is wel een ding. Het moet een blijven hangertje zijn. Ja, klopt. Ja, ja. Als je een dagje vrij bent en je hebt geen optredens, wat doe je dan het liefst? Het liefst, dan ga ik er vaak ook nog gezellig op uit met mijn vrouwtje samen. Oei jee. En en gewoon mijn hobby uitvoeren, zeg maar. Een beetje muziek maken, muziek luisteren. En filmpjes kijken, dat vind ik ook leuk. Wel nette filmpjes, hè? Ja, uiteraard. Dat is een dubbel gezin allemaal niet vandaan, hè? Nee, die niet, maar ook, ik hou gewoon van leuke actiefilms. Ik vind de griezelfilms ook heel leuk. Daar ken ik er ook een van de ken ik uren naar kijken. Ja, dat vind ik geweldig. Ja, dat is... Wat vindt jouw vrouwtje ervan dat je dit doet?
Mijn vrouwtje vindt het heel erg leuk. Alleen ja, het is geen type om mee op de voorgrond. Op de voorgrond te komen, zeg maar. Het is één keer gebeurd, jaren geleden, toen ik bij Robert Jensen in de uitzending was. Mm-hmm. En toen werd zij toevallig geroepen omdat ze een keertje mee was. Maar ja, dat vond zij niet zo prettig, zeg maar. Nee, ik kan me eigenlijk voorstellen, als dat onverwachts gebeurt en je weet het niet en je wordt in één keer zo voor de leeuwen gegooid, ja, dat best wel vreemd over kan komen. Dat was even schrikken natuurlijk, maar in ieder geval, na de rand keek ze terug, toen dacht ze toch van, oh, toch wel grappig, maar ja, weet je, je weet hoe Robert Jens is, ja. Die is gewoon meteen doen. Ja, die is recht vooruit. Ja. Klopt. En jij gaat daar gewoon zitten en je lacht er een keer overheen, want je vindt het wel best. Ja, tuurlijk. Oh. Ja, zo denk ik ook. Hey, carnaval is dat voor de deur. Ja, zeker. Heb jij nog iets in je achterhoofd zitten van, nou, dit is wel al een beetje wat je zegt van carnavalsnummer, maar ik zou toch nog, omdat misschien de carnaval verzet wordt, ja. Heb je dan toch wel iets in je achterhoofd hangen om dan toch nog iets nieuws uit te gaan brengen tegen die tijd? Of? Op dit moment nog niet, maar ik heb wel andere leuke ideeën. Oh, vertel! Die ik wil gaan doen, want nou, ik ben echt wel... het is wel echt het tijdperk voor mij geworden dat ik echt minimaal om de 3 maanden een plaatje moet hebben. Dus zo zit ik wel in elkaar. Mm-hmm. En dus ja, mijn nieuwe die wil ik alweer in maart gaan maken. En ja, maar dan wil ik weer een beetje normaler gaan maken. Een beetje normaal? Ja, die gaat gewoon eten, yo, 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 waar is mijn autoradio? Dat ding is weer gepikt. Wie heeft me dan geflipt? Ja, dus dat wordt. En dit jaar wil ik ook een WK-plaatje maken. Want we hebben natuurlijk het WK. En we moeten missen. Alleen die komt dan natuurlijk eind van het jaar een beetje. Mm-hmm. Dus mijn WK-plaatje die gaat ook al in de maak. Dus er komen er nog 3 uit als ik het goed heb. Ja. Oh. We hadden toen straks over social media. Ja. Daar word jij flink op gedeeld. Ja, klopt. Heel veel. En dat, ja, doet me goed natuurlijk. Dat is geweldig. Dat echt, daar heb ik het ook een beetje van, alles aan, ook een beetje aan te danken. Mm-hmm. Want ja, na zo'n, voor de mensen die het nog niet weten, na zo'n tv-uitzending van X-Factor, Idols, Popstars, ja. Zeg maar. Al die audities. En dan, ja, dan moet je toch gaan kijken, hoe ga jij nog je bekendheid creëren, mm-hmm. Zeg maar. Dus want ja, je doet een auditie. En je laat zien dat je aan het zingen bent, je wordt afgewezen, helemaal geen punt. Alleen dan moet je toch kijken van, hoe ga je fans creëren? Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb van alles geprobeerd, want social media is gewoon heel belangrijk. Ja. Dus ik heb van alles geprobeerd. Dus ik ben ondertussen, ben ik ook met mijn petje op het internet gaan zitten. En heeft ook goed gedaan. En toen ging ik ook muziek draaien op het internet. En toen bleven de mensen kijken in heel Nederland, België en zelfs in Aruba had ik er een paar. Ja, en toen dacht ik van, wat is dit? Dus ik bleef doorgaan met dat draaien 2 keer in de week. En dat doe ik nu nog steeds. En en daar heb ik zoveel profijt van. Dat is echt niet te geloven. Ik denk als ze jou op een cruiseboot neerzetten, dat de mensen gewoon echt een week de grootste lol hebben. Dat denk ik ook, ja. Want ik en jij je leuke vakantie. Ja, dat ze. Maar volop lol. Ja, nee, maar dat denk ik ook. En ik hou van gezelligheid, ik hou van mensen. Want ik heb ook wel eens moeite als ik optredens heb. Dan ben ik met mijn chauffeur, zeg maar. Ja. En dan, ik hou ervan als ik een half uur gezongen heb. Ik vind het raar om dan meteen weg te gaan. En dan gewoon weg, weet je. Ja. Laat mij dan maar even gezellig even nakletsen. Gewoon even hoe het was. En wat hun nog een beetje doen. Dan leer je iedereen een beetje kennen. Ja, en zo kom je misschien ook wel weer op ideeën van mensen die iets laten vallen, dat je denkt van, hé, dan zou ik ook wel weer eens een keer in een liedje kunnen verwerken. Klopt, zeker weten. En dat is ook de reden. Ik hou gewoon van gezelligheid, van heel veel mensen om me heen. Ja. En ja, weet je, en zo ben ik gewoon een beetje, ja, zo zit ik gewoon een beetje in elkaar. En ja, het is fantastisch om het mee te maken. Echt, want wat ik allemaal gezien heb, alle locaties, dan denk ik, ja, sommige mensen zouden daar niet eens komen. Ik heb op kastelen gestaan. Ik heb wel eens met mijn geluidsman moest ik wel eens 3 hoogte trappen op. Nou, je lag in de deuk, maar die jongeren zijn wel zo, dan helpen ze je wel met sjouwen. En dat is wel een waardering waard. Ja. Is er ook een serieuze André Pronk? Die is er ook, ja. En dat wordt nog niet zoveel gezien in het land. Want ik ben natuurlijk altijd maar die lachende man geweest, zeg maar.
En dat ben ik nog steeds, alleen ik kan ook echt serieus praten. En ik kan ook echt serieus presenteren. En, ja, en dan zien de mensen niet, want de mensen zien jou altijd met de brede lach. Altijd, ja, klopt. En als je dan eenmaal aan de gang bent dan, en je gaat even door, dan ja. zie je de mensen ook lachen. Ja. Maar dan geeft het jou een voldoening. Ja, klopt. Maar als je dan weer even een stapje terugzet en je zegt, ja, maar dit is de serieuze ja. André. Klopt. Ja, en dat wordt dan vaak nog niet gezien. En dat wil ik wel verandering inbrengen. Mm-hmm. Want ik heb binnenkort van de week heb ik een afspraak. En dan, ik ga dan, als het goed is, ik weet niet precies op welk termijn. Maar ik ga een talkshow presenteren. Een talkshow, dat is gewoon af en toe eens even serieus. Ja. Af en toe eens even lachen. En dan begin ik misschien eerst mee op YouTube. Maar ondertussen ga ik het wel natuurlijk aanmelden bij RTL 5. Mm-hmm. Dan ga ik een mooie pilot maken. En ik heb een hele mooie locatie in het Gooi, zeg maar. Ja. Bij Hilversum daar in de buurt. En ja, ik denk dat dat wel resultaat kan hebben als ik dat goed doorzet. Ja. Als het je lukt. Ja, zeker weten. Want ik weet zeker, die glimlach die krijg jij niet weg. Nee, dat krijg ik niet weg. Maar. Hey, waar kunnen de mensen jou overal vinden? Ze kunnen mij vinden heel veel op internet natuurlijk. Mm-hmm. En gewoon mijn website www.andrepronk.nl. En op Facebook, op Twitter, Instagram, ik ben overal te vinden. En ja, ze kunnen me altijd contact opzoeken. En ja, ik vind het gewoon leuk om een feestje te hebben. En mensen een plezier te maken. En gewoon de mensen ook laten lachen. Want ja. dat is het ook, want overal waar ik binnenkom, als ze mijn gezicht zien, dan gaan ze lachen. Is het een feest, hè? Ja. Al die social media die jij net opgenoemd hebt, daar kunnen ze je ook boeken. Daar kunnen ze hem ook boeken, oh, ja. Okay. Dus mensen, heb je een feestje, wil je lekker lachen, wil je veel plezier hebben, dan moet je echt bij André Pronk zijn. Absoluut, het is altijd feest en ik maak er wel een leuk feestje van Polonaise. Ja, dat mag nou even niet, maar bedoel, als je een walsje hebt of zo, naast elkaar staan. Maar ja. Ja, je zegt een Polonaise kan niet, maar als er een paar krukken staan van 1,5 meter, die doe je ertussen, dan loop je ook een Polonaise. Oh ja, dan loop je ook een Polonaise. Dus, alles kan, je moet alleen eventjes goed nadenken. Ja, zeker weten. Dus dat is wel allemaal erg leuk. Dus ja, ik vind gewoon, ik hoop dat dadelijk ook alles weer helemaal normaal is in Nederland ook en heel de wereld. En dat we dan met z'n allen gewoon weer lekker kunnen feesten hoe het was. Want dat missen we wel natuurlijk. Ja, dus zeker. Ik wens jou heel veel succes toe en ik ben ook heel benieuwd dadelijk weer naar jouw nieuwe nummer. Ja, die wordt heel erg leuk en en zo zijn er nog heel veel plannen die we gaan bedenken en ik vind het fantastisch om... Jij weet mij nu te vinden, dus als je iets gaat doen, laat het zeker weten. Zeker weten. Dan gaan we er echt wel iets mee doen en ik zou zeggen, kondig je clip aan. Oké. Okay. De camera. Nou, lieve mensen. Misschien heb je het nog niet gezien, maar hier komt hij dan voor jou voorbij. Druppel aan mijn knuppel. Bedankt dat je er was. Ja, top man. Graag gedaan. En graag tot volgende week. Oh, personeel. Heb ik jou besteld? Ik heb een druppel aan mijn knuppel. En ook mijn keel die doet zo'n pijn. Ik loop de hele dag te druppelen. Het zal toch niet een soa zijn? Ik heb een druppel aan mijn knuppel. Maar verder gaat het goed met mij. Maar ik ging zeker in de ziekte weg als ik een porno-ster zou zijn. Zei, nou jongen, dat ziet er niet goed uit. Ik denk dat die ontstoken is, die oude toverfluit. Ik heb ook geen reserve, want die heb ik verkocht. Ik had een mooie knuppel, maar nou is het een gedrocht. Hij had een mooie knuppel, maar nou is het een gedrocht. Ik heb een druppel aan mijn knuppel. En ook mijn keel, die doet zo'n pijn. Ik loop de hele dag te druppelen. Het zal toch niet een soa zijn? Ik heb een druppel aan mijn knuppel. Maar verder gaat het goed met mij.
een heel leuk meisje, maar dat ging snel verkeerd. Ze zag die grote knuppel en toen is ze hem gepeerd. Ik sta nu met mijn knuppel op een dating site. Die foto is al meer dan 100.000 keer geliked. Zo'n foto is al meer dan 100.000 keer geliked. Ik heb een